Hey, hoi. Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag een Action Shop-vlog voor je. Mag je me niet kennen, mijn naam is Jorieke en ik maak op dit kanaal video's in de thema's huishoudelijk, mama en meer. En ik heb laatst een update gedeeld dat ik weer online kom en dat ik weer een video ging delen. En dat is dit, is de eerste video, los van die video. En dat is dus een Action Shop-vlog. Ik heb hier een grote tas. En hier een iets minder grote tas, maar alsnog vol met leuke spulletjes. Ik heb ook een bonnetje daarbij. Het was volgens mij om en bij de 50 euro, dacht ik, dat ik heb besteed. Dat klopt. Ik heb hier het bonnetje en het is 50,22 euro geweest. Ik zal de prijzen even in de beschrijving zetten, want anders dan, gaat het dan veel te lang duren in deze video. Het zijn een aantal items die ik nodig had. Praktische dingen voor in huis en voor mezelf. Maar ik heb mezelf ook wat leuks cadeau gedaan en dat zit hier eigenlijk bovenop. Dus misschien is dat wel leuk om dat direct eventjes te laten zien. Ik hoop dat je er zin in hebt. Heb je er zin in, doe vooral alvast even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden, want dan weet het algoritme van YouTube ook weer. Hey, ze is er weer. En dan kan meer mensen misschien deze video zien en dat hij omhoog popt, zeg maar. Dus daarmee help je me enorm, ook met een leuke reactie uiteraard. Dat vind ik ook heel leuk om te lezen overigens, maar daardoor gaat het algoritme ook weer een beetje van mij aan het werk. Want ik ben natuurlijk heel lang weg geweest. Dus mocht je me willen helpen en je deze video leuk vinden, dan zou ik het heel leuk vinden om ook jouw reactie te lezen. Goed, ik heb dus wat dingetjes voor in huis. Als eerste deze. En die kan ik binnenkort wel even in een vlog neerzetten. Want ik ben van plan om binnenkort ook even een keer een vlog op te nemen. Dit heb ik gekocht voor in mijn badkamer. Een zeepompje. Want ik had namelijk een zeepompje. Maar die heb ik zo vaak schoongemaakt. En die is helemaal een beetje... Ja, dat was van kunststof. En dat bovenste dat is een beetje raar geworden. Waardoor ik het niet meer goed schoon kan maken. Ik denk dat ik een keer met... een bepaald allesreiniger wat dat laagje heeft aangetast of zo heb gedaan. Maar daardoor is het niet zo mooi meer. En ik had überhaupt een ander zeepompje dan dat ik een tandenborstelbakje had. Was al niet zo heel mooi. En toen zag ik deze en toen dacht ik, zo leuk. Die neem ik. Oh, dat was een hele Twentse leuk. Wat erg. Nou goed, deze vond ik dus leuk. Een bakje dus, het is een beetje bamboe houtachtig. Met aan de ene kant dus glad en aan de andere kant dus deze streepjes. En niet met vakjes of zo. Maar dit is dus voor de tandenborstels. En deze die is dus ongeveer even groot volgens mij. Kijk wel. Ja, die is even groot. En daar kun je dus de zeep in doen. Superleuk, ben ik helemaal blij mee. En volgens mij had ik ook nog een zo'n bakje waar je eigenlijk zeep op doet. Een blok zeep, zeg maar. Maar daar kan ik dan eventueel het bekertje in zetten, dacht ik. En die vond ik ook gewoon heel leuk erbij staan. Maar ik kan die ook eventueel nog gebruiken, dacht ik nog, voor de elastiekjes en de strikjes en dingen van Sa. Als ik die s'avonds uitdoe, dat ik die daarop leg. En het staat ook gewoon heel leuk bij elkaar. Maar dat zet ik binnenkort op mijn badkamer neer. En dan kun je het daar zien hoe het staat, zeg maar. Even kijken. Dan heb ik een aantal kaarsen gekocht. Ik had al een keer eerder zo'n leuk gevormde kaars ergens anders gehaald. Maar ik vond deze toch ook wel heel leuk. Ik weet niet of je het zo goed kunt zien, maar het is een hele lichte groene kleur. Misschien als ik hem naast de witte hou. Zo, dan kun je wel zien dat het anders is, hè. Deze is dus met bolletjes. En dit is meer zo'n rustieke kaars. Maar dan dus met een leuk streepje erin en een leuke vorm. Vond ik ook heel leuk. Want ik vind het altijd leuk om van die kaarsen in de woonkamer te hebben staan. En nu doe je dat nog. Zo meteen als het voorjaar is, dan doe ik dat niet meer. Maar deze heb ik er dan nog bij. Een zwarte. Die is ook groen, maar dan ietsjes, heel ietsjes donkere groen. Volgens mij. Het scheelt maar ietsjes. Maar die vond ik wel heel erg leuk. Want we hebben natuurlijk groen. Mocht je me al langer volgen, dan weet je dat misschien nog. Een mooie groene muur in de woonkamer. En op Instagram had ik al een keer gevraagd van wat vind je leuk aan video's om te zien. Want ik wil graag weer wat gaan delen. En ik zit een beetje van wat is leuk. En toen zei iemand een house tour of zoiets. En toen dacht ik house tour. Ja, weet ik niet. Maar nu denk ik ineens. Ik heb natuurlijk nieuwe meubels al van zomer. Hebben nieuwe meubels gekregen. Alleen ik heb natuurlijk helemaal geen video's meer opgenomen. Dus onze woonkamer ziet er heel anders uit dan hoe die er eerder uitzag. Dus misschien is het toch best wel leuk om dan even leuk die kaarsjes neer te zetten. En toch een keer dat ook te laten zien. Maar daar ga ik nog even over nadenken hoe we dat vormgeven. Dat ontstaat dan nu zo ineens, dat idee.
Goed, dan heb ik nog een andere kaas gekocht. Dit is een kaas in een glas. Dit is een gewone. Ik had namelijk een tijdje terug ook zo'n soort kaas, volgens mij bij Blokker of zo, gekocht. En daar zat zo'n grote, bredere, hoe noem je dat? Lont in. Ja, noem je dat ook een lont? Zo'n soort van houten lont, wat een beetje zo'n knisperend geluid maakt. Maar deze, het moet zo'n knisperkaas zijn alsof je een houtvuurtje hebt. Volgens mij is dat een beetje het idee. Maar deze die maakte echt een soort van zoemend geluid. En heel irritant. Maar dat was wel een hele lekkere geur. En dat was fresh cotton. Deze is ook fresh cotton. Deze ruikt ook, als je hem zo ruikt, heel lekker. Nou, deze dus. En daar zit dus een leuke kurkendap op. En dat vind ik dan heel leuk. Want die kun je dan zo op elkaar. En dan kan ik hem zo in de vensterbank zetten. Dus als die andere op is, dan zet ik deze er neer. En dan hoop ik dat die net zo lekker ruikt. Want ik vind dat wel fijn. We hebben wel een afzuigkap. Maar op een of andere manier heb ik altijd nog het gevoel, als ik dan weer beneden kom, nadat ik de kinderen naar bed heb gebracht, dat het beneden ruikt. En dan vind ik het wel fijn om even zo'n geurkaas aan te doen. Gewoon dat het bij lekker fris ruikt. Dan heb ik verpakkingstape gekocht. 2 rollen. Ik was namelijk een tijdje terug weer behoorlijk met Vinted aan de slag. Allemaal kleding die te klein was. Want de kinderen hebben een beetje een groeispurt. En ik deelde het in de vorige video al. Ik ben dus best wel afgevallen. En dat is natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid. Want ik was NASA, heb ik nooit meer een afvalpoging gedaan. Dus ik was ook echt wel te zwaar. Dus het is ook wel goed dat ik ben afgevallen. Maar ja, dat maakt natuurlijk ook dat heel veel, met name broeken en ook een heel aantal truien van mij gewoon echt niet meer pasten. Want je zult misschien denken, oh, zoiets heeft ze wel vaak aan. En dat klopt ook, want ik heb dit soort truien vaker gehad. Alleen eerder droeg ik maat XL en nu heb ik maat M. Dus ja, nou ja, dan heb je wel wat nieuws nodig. En dan kan de Vinted dus handig van pas komen. Anywho, ik had weer daarvoor van deze verpakkingstape dingen nodig. En ik heb nog andere tape gekocht. Namelijk tape voor de muren. Ik heb op Instagram van ergens na de zomer ook al een keer gedeeld dat we een kamer van Saro een nieuwe kleur hebben gegeven. En ook Max heeft een nieuwe kleur op zijn gekleurde muur, zeg maar. En daar gebruik ik altijd deze tape op de plinten. Zodat je daar goede randjes op hebt, zeg maar. Tussen het wit van de plint en de gekleurde muur. Daar bevalt deze wel goed voor. En die had ik op. Dus ik zag ze nu liggen, want Action heeft deze heel vaak niet. En deze is net wat breder. Dat vind ik altijd wel handig. Dus die... Die heb ik nu weer gehaald voor als ik ooit weer een keer ga schilderen. Dat is nu voorlopig even niet op de planning. Maar dan heb ik het maar vast in huis. Gaat ja toch niet over de datum of zo. Dan nog voor de wc. Deze Harpic met citroengeur. En nog deze Harpic met tropische bloemen. Geen idee of deze lekker is. Deze heb ik wel vaker gehad, maar deze die ken ik niet. Maar die... stonden er wel voor een goede prijs, dus ik dacht, dat neem ik even mee. Ik had er eigenlijk maar 1 nodig, maar ik dacht, ah ja, ik was met de auto, dus dan kan ik er wel 2 meenemen. Even zien, dan zit hier nog een oud bonnetje in. Ik zag hele grappige kaartjes liggen. Ik denk, oh, dat is ook wel leuk. Ik had niet echt wat nodig, maar ik vind het altijd handig om wat kaartjes op voorraad te hebben. It's your beer day voor een man. Want ik vind altijd kaartjes van mannen vind ik altijd best wel moeilijk. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Maar ik weet, veel vaak vind ik kaartjes vrouwelijk. En voor de vrienden is het wel leuk om zoiets te doen. Met name als ze graag bier drinken. Dus die vond ik wel lollig. Mega happy big burger day. Ja, ik vind het helemaal lollig. Gewoon zo. En deze vond ik ook heel leuk. Die vind ik vooral voor een kind ook wel leuk. Dus... die zag ik liggen en ik denk, dat neem ik even mee. Ik heb ook echt geen idee wat deze kosten. Nou, deze kaarten, die zijn ook nog eens super goed van prijs, zie ik. Die kosten wel 59 eurocent per stuk. Maar ja, daar kun je toch niet voor laten. Eigenlijk moeten we dan nog wat meer halen. En ook maar die oogjes, ik vind het echt grappig. Nou, die dus. Dan heb ik nog voor mezelf deze handschoenen gekocht. Ik zie op de bon, zag ik net, toen ik voor die kaartjes keek, dat het eigenlijk herenhandschoenen zijn. Maar ik ben natuurlijk een groot vrouw en ik heb best grote handen. Deze zijn heel lekker zacht. En met die koude dagen van laatst kwam ik erachter dat eigenlijk mijn handschoenen wel een beetje dun aan het worden zijn. En deze zijn iets wat aan de grote kant. Ik weet ook niet of er een maat op staat eigenlijk. McGregor Gloss staat er alleen op. Oh ja, LXL. Ze zijn wel vrij groot. Dus ik kan hier denk ik nog mijn dunnere handschoentjes in aan. En als ik dan op de fiets ga, als het echt goed koud is, dan heb ik denk ik het nog net wat lekkerder warm.
Want ik fiets ook wel eens wat verder. Want mijn werk is inmiddels iets verder weg. Dus, en dan ga ik met de elektrische fiets. Vaak. En dan is het wel lekker. Dus dit heb ik gekocht voor mezelf. Niet heel mooi, maar wel heel handig. Zo, dan was dat tas 1. Gaan we nu naar tas 2. Ik heb balpennen gekocht. Gewoon van deze hele simpele balpennen. Want ik had de pennen hier bovenop. En hier stond op smooth writing. Ik denk, dat moeten we hebben. Dus die heb ik meegenomen. Deze zien er ook wel redelijk stevig uit. Want ik had eerst vaak van die... Of dat ook van die Office Essentials is, weet ik niet. Maar die zag ik nu ook niet meer hangen. Van die hele simpele, maar daar breekt elke keer dit af, zeg maar. Daarmee moest je hem open en dicht drukken. En ik schrijf nog wel regelmatig. Dat is een van de dingen die ik mezelf heb aangewend in de afgelopen jaar ongeveer. Nou, anderhalf, zoiets. Dat ik regelmatig mijn gedachten uitschrijf. En daarvoor heb ik trouwens volgens mij ook wat gekocht. Ja, dat heb ik. Dat doe ik in een boekje zoals dit. Een A5 notitieboekje. Van de Action dus. Ik heb allemaal dezelfde. Daar heb ik er echt al een paar van volgeschreven. Gewoon met lijntjes. Een simpel boekje. Maar nou ja, dan meestal doe ik dat in de ochtend. En soms ook wel op een ander moment op de dag. Maar dan gaan de pennen er ook wat harder doorheen. En nou ja, dan is dat even mijn momentje om een soort van nou ja, recap van de dag. Doe ik als ik het 's avonds doe. En ook nou ja, vooruitblik op de dag. Op het moment dat ik het 's ochtends doe. Om ook mezelf even weer de... Nou ja, goede mindset aan te wennen. En dat is ook mijn moment dat ik vaak eerst even een meditatie doe. Misschien is het wel leuk om dat ook een keertje te delen. Want dat doe ik echt wel anders dan dat ik dat langer geleden deed. Het zijn allemaal kleine dingen nou ja, die kunnen helpen in een herstelproces. En dat voor mij wel heel belangrijk is. Omdat ik heel erg gewend ben om vanuit mijn hoofd te leven. En ik meer mijn lijf op moet voelen om niet telkens over mijn grenzen te gaan. Want dat blijft voor mij... ja, het ding, wat gewoon heel moeilijk is. Omdat de energie gewoon veel lager is dan dat die was ooit. En, nou ja. Al die kleine dingen die kunnen dan helpen, zeg maar. Die dus. Dan had ik nog een paar sokken weer nodig. Ik heb altijd deze, die bevallen mij heel goed. En Action heeft die niet altijd. Maar ik zag ze nu dus weer liggen. Ik had er weer een paar versleten, dus nou, heb ik weer een setje. En ze hadden ze nu ook in mijn maat. Vaak is het dan de kleinere maat, dus 35 tot 38 is er wel. En dan de grote maat 43 tot 47 of zo. Maar ja, dan dus die ertussenin 39 tot 42. Die heb ik nodig. Dan heb ik nog wat leuks gekocht voor mijn zachte hydrofielen. Ja, hobby. En dat is dit. Het is een katoenen garen. En dat gebruik ik om leuke cadeausetjes te maken. Dus als ik dan een... nou ja, een pakketje heb bijvoorbeeld van een XL en een midi en een mini doek, ik noem maar wat. Dan maak ik dat even leuk in elkaar en dan nou ja, doe ik daar een draadje omheen en dan nou ja, een gezellige kaartje aan. En nou ja, vind ik gewoon leuk om te doen. Ik hou ervan. Ik vind het zelf ook leuk als iemand moeite voor doet om iets leuk in te pakken. Als ik iets krijg, dus dat doe ik dan ook heel graag met liefde voor een ander. En dan nou ja, zijn dit soort dingetjes gewoon leuk en handig om te hebben. Dus die leg ik zo meteen hier op het kantoortje neer. Zodat ik het volgende cadeautje hiermee kan inpakken. Superleuk. Ik had nu eerder wat dikkere garen, wat grotere bollen. Dat is ook niet van katoen. En dat is op zich ook leuk, alleen dat pluist een beetje. En dit pluist denk ik minder. Alleen dit is vrij dun, dus misschien dat ik er dan twee omheen doe. Maar dan moet ik nog even kijken hoe ik dat ga doen. Dan had ik de Kleenex op. Die zie je natuurlijk wel vaker voorbij komen in mijn Action Shop logs. Daar heb ik er even twee van meegenomen. Oh ja, ik had ook nog lekkere dingen gekocht. En ik had nog voor mijn hydrofiele doeken deze gehaald. Want ik verkoop ook af en toe scrunchies. Superleuk. Maak ik voor zowel kinderen als voor volwassenen. En die kunnen met de brievenbuspost. En dan doe ik ze dus vaak in zo'n soort envelop. En ook de houten bijtenringen met konijnenoren. Als je er daar twee of zo van hebt of één. Dan kan dat ook nog wel hiermee. En dat is net ietsje te goedkoper met verzenden. Dan wanneer je de brievenbuspakketjes verzendt, zeg maar. Want de verzendkosten die zijn zo behoorlijk dat ik af en toe ook denk, ja, het is wel jammer dat mensen dat misschien dan tegenhoudt, zeg maar. Maar goed, daar kan ik helaas ook niks aan doen. Maar daarvoor heb ik dus deze weer gehaald. Maar meestal gebruik ik dus gewoon van die doosjes en die heb ik wel. Dan nog voor de kinderen. Ze zijn op het moment helemaal bezig met kleuren, vooral Sa, die is weg van kleuren. Dus dit is een schetsboek waar ze gewoon lekker zelf in
qua kleuren. En dan kunnen we gewoon de velletjes eruit halen, zeg maar. En deze ziet er ook nog wel leuk uit ook nog. Dus die heb ik ook even meegenomen. En dan nog wat lekkere dingen. Kijk, dit zijn alleen maar lekkere dingen. Ja, de kinderen vroegen laatst om, mama, wil je marshmallows halen? Want we willen een keer marshmallows roosteren. En toen zag ik deze. Ik denk dat die al voor Valentijn zijn. Maar hoe leuk. En deze zijn ook niet zo groot. Want vaak zijn marshmallows heel groot. Ik denk dat... Wij doen het wel eens heel... heel duf misschien. Maar dan doe ik gewoon een grote saté prikken. En dan doen we een kaarsje. Een groter vaccinelichtje aan. En dan gaan we daarboven zo'n beetje roosteren. En dat vinden de kinderen helemaal leuk. Dus dat doen we af en toe. En dacht ik, nou, dan haal ik dat weer een keer. En deze zijn ook mooi niet zo groot. En is het ook niet zo machtig. En dan zijn ze sneller klaar, zeg maar. Dit vind ik echt super lekker. Deze had mijn oma vroeger altijd. En ja, het liefst heb ik deze eigenlijk nog met pure chocola. Maar deze vind ik echt heel lekker voor bij de thee of zo, 's avonds. Dus die moet ik even goed afbergen, anders eet ik dat veel te snel op. En dan heb ik nog van Mandy ook wat gehaald. En dat is dit. Want die vindt dit echt helemaal lekker. Twee van die grote Milka-repen. Ik heb wel, het is niet alleen voor hem, ik heb ook expres gekozen voor deze, omdat hier geen noten in zitten. Ik heb zelf namelijk een notenallergie en heel veel chocola, vooral als je iets, nou ja, de luxere zeg maar hebt, daar zitten gewoon hazelnoten doorheen of daar zitten de noten op of in. En bij deze is dat niet en deze kan ik dus ook eten. Dus nou ja, dan... is er misschien ook nog een klein stukje van mij. Want ik deelde natuurlijk al in die vorige video iets over dat ik anders aan het eten ben. Dan kan ik... Ik denk dat ik binnenkort gewoon die andere video die ik ooit heb gemaakt, maar nooit heb geüpload, ga uploaden. En daarna een keer daar weer een update van doe. In wat eten we vandaag of zo. Ik heb allemaal ideeën. Nu ik weer begin heb ik allemaal ideeën. Ik moet ook iets hard van stapel lopen, want dat is de valkuil van mij. Maar in ieder geval... ik ben nu niet meer zo strikt. Ik eet... In de basis groente en fruit. Maar ik eet af en toe ook wat lekkers. Want dat moet ook mogen. En het ging op een gegeven moment ook wel heel hard met afvallen. En ik denk ook niet dat dat per se heel gezond is. Nou is het natuurlijk ook niet goed om dan na ongezonde dingen te gaan eten. Maar je moet ook nog mogen genieten. Denk ik. Dus dat was hem voor nu. Ik heb alles laten zien. Mocht je willen weten wat iets kost. Bekijk het hieronder in de beschrijving. Nou, mocht je een verzoekje hebben. Iets wat je zegt. Hey, leuk dat je er weer bent. En dit vind ik leuk om te zien. Laat het ook vooral even weten hieronder in de reacties. En nou ja. Ik ben wel heel benieuwd of er ook iets bij zit. Waarvan jij zegt. Hey, dat lijkt me leuk. Ik ga ook eens bij Action kijken. Laat het ook vooral even weten. En dan zou ik zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En ik zie je heel graag de volgende keer weer. Tot dan!